Zo, kandidaten. Dat was een pittige opdracht, of niet? Ja. Hey, maar als je nou zo'n taartje bekleed hebt en er zitten allemaal scheurtjes in, ja, dan moet je natuurlijk niet zo'n taart gaan weggooien. Want je kan er natuurlijk hele leuke dingen mee doen, hè? Klaas, kom eens. Oh, ja. Ik was nog even bezig. De laatste puntjes op de i. Wow. Dat is echt 5 minuten werk. Mooi. Om die scheuren weg te werken, zijn natuurlijk heel veel manieren voor. Hè? Dus als jouw taart minder mooi is, nou, dan heb je natuurlijk met dit gedeelte, wat er omheen zit, heb je dat allemaal weggewerkt. Maar denk ook aan, als je bovenkant misschien een gat in zit, nou, dan maak je dus nou zo'n marsepein een strandbal. En dan leg je er een mooie strandbal op. Hè? Of je maakt vissen. Planten. Planten inderdaad, hè? Dat is ook heel leuk. En maak je gewoon van groene marsepein, kunnen we leuke sliertjes maken. Zo kun je natuurlijk heel mooi oneffenheden wegwerken. Nou, wat we gaan doen, we gaan natuurlijk eerst gewoon een bandenrolletje uitrollen. Kijk, ik heb eerst de marsepein goed doorgekneed, dan word je een beetje warm. En dat, eigenlijk, de suiker die erin zit, die smelt dan een beetje, wordt warm en word je soepel van. Zie je, dus je kan nog op zich een redelijk eenvoudige manier, met een mesje of met een boetseerhoutje, kun je gewoon een modelletje erin brengen. Een beetje van hoog naar laag, hè, volgend. Ja, dat is echt heel mooi. Kijk, nu kun je hem heel makkelijk zo oprollen. Dat is ook weer het voordeel van zo'n draaipad ook. Kijk, dan kun je hem heel makkelijk, kun je er zo omheen. Dan moet je kijken hoe mooi die scheuren al weg gaat werken nu. Maar je kunt zelfs nog een stap verder gaan. Kijk, dit pilletje, jongens, die rollen we nu voor de onderkant van de taart. Maar ik kan ook zeggen, het is ook weer een andere techniek. Je kan ook zeggen, ik rol weer een stukje uit en ik snij een heel dun reepje. Dan leg je die eromheen, dat kan ook. Maar ik kan ook zeggen, ik doe allemaal hele kleine balletjes, ga ik rollen en doe ik aan de onderkant. Dus je kan eigenlijk verschillende randjes maken. Het is puur om zeg maar, de onderkant van je taart af te dekken. En om het nog fraaier te maken, gebruiken de chefs, tada, dit boetseerhoutje. Kijk, en dan druk je hem als het ware gewoon in je pilletje. Gewoon leuk, hè? Gewoon steeds netter, hè? Ja.